Op Sint Maarten, dat ligt dus in het noordoostelijke deel van het Caribische gebied, is de kans op orkaan het grootste tussen 15 augustus en 15 oktober, omdat de omstandigheden dan meest gunstige zijn. De orkanen uit het verleden zitten natuurlijk iedereen goed tussen de oren. En ieder jaar begint men zich toch iets beter voor te bereiden dan voorheen. Maar ja, voorbereiden is natuurlijk altijd een hele truc van als je portemonnee niet zo groot is, dan is het ook heel moeilijk om de geadviseerde weekvoorraad eten in huis te halen bijvoorbeeld. Is het misschien ook niet altijd mogelijk om orkaanluiken voor je ramen te zetten of je dak te laten repareren enzovoort enzovoort. Het schadebeeld was enorm. Circa 85% van de gebouwen was getroffen. Dat betreft dus openbare gebouwen, woonhuizen, hotels enzovoort enzovoort. Er waren erbij waar misschien alleen het dak beschadigd was. Er waren ook gebouwen die waren compleet in puin. Er was dus eigenlijk niks meer van over. En alles wat ertussenin zit. Maar je ziet wel eens beelden uit een oorlogsgebied waar de boel ontploft lijkt, zo zag het eiland er toen ook uit. Maar omdat de schade nu ook zo groot was, en met name ook aan hele grote openbare gebouwen, is dat nog steeds niet allemaal rond. Direct na de passage van orkaan Irma was natuurlijk de noodhulp vanuit Nederland. Daarbij ook ondersteund door de andere Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied. Maar dat was allemaal heel tijdelijk. De zorg dat mensen tijdelijk dak boven hun hoofd hadden, te eten en te drinken hebben. Maar dan begint het grote werk, de wederopbouw. Nederland heeft toen 550 miljoen euro ter beschikking gesteld. Maar die werd natuurlijk niet zomaar overgemaakt op de bankrekening van Sint Maarten. Want daar moesten wel een aantal waarborgen voor gesteld worden. Het had ook te maken met het feit dat de relatie tussen de toenmalige regering van Sint Maarten en die van Nederland nou niet echt vlotjes verliep. Om het even netjes te zetten. En waarschijnlijk wilde Nederland ook voorkomen dat geld op de verkeerde plaatsen terecht zou komen. Maar Nederland heeft toen de keuze gemaakt om de Wereldbank als onafhankelijke partner de beheerder van het geld te laten worden. Wat voor de wederopbouw beschikbaar kwam. Nou, de Wereldbank is een hele grote organisatie met hele lange bureaucratische structuren en processen. En dat is dus eigenlijk een van de voornaamste redenen dat dingen allemaal zo langzaam gaan. Daarnaast was Sint Maarten niet het enige eiland of land in de regio dat getroffen is. En er is natuurlijk maar een beperkt aantal aannemers, spullen, dat je kunt er maar één keer aankopen, zeg maar. En als de leverancier het dan niet meer heeft, dan moet hij ergens anders vandaan komen. Dus dat heeft ook voor een grote vertraging gezorgd. Daarnaast is de expertise die op Sint Maarten aanwezig is om dat soort projecten te begeleiden ook beperkt. We zijn tenslotte maar hebben een bevolking van circa 55.000 mensen. Ja, dat is niet zo heel veel.